Hier staan ze dan, op hun stukje gras in Streefkerk. De twee zusjes, Letta 40 en Letta 49 grazen alsof er niets is gebeurd. Maar een overwinning tijdens de roodpontkeuring is toch echt wel bijzonder volgens boer Jan Aantjes. Geen enkele fokker is eigenlijk gewoon in staat om meerdere, dieren uit, uit, meerdere goede dieren uit de koe te fokken. Laat staan die dan ook nog op een keuring te laten zien en te winnen. En dat winnen doe je niet zomaar. Bij de keuring wordt er streng gekeken naar. Elk stukje koe. Dan kijken ze natuurlijk van uh, hoe ziet het uien eruit. Dat moet mooi van vorm zijn, de spenen goed geplaatst. De koe moet heel correct gebouwd zijn, dus eigenlijk van kop tot staart moet zo'n koe er gewoon mooi uitzien, die moet uitstraling hebben, die moet mooie overgangen hebben, niet dat het zo'n scharminkel is. Jan heeft nog wel een kritische kanttekening bij de verkiezing. Ik heb wel eens moeite met uh, gebrek aan waardering voor oude koeien, en dan wordt er wel eens gezegd van een misverkiezing doe je ook niet in een bejaardenhuis. Nou, ik vind dat een beetje misplaatste opmerking, omdat eigenlijk willen we graag in Nederland hele duurzame koeien fokken. Het is toch die duurzaamheid waardoor de Letta's gewonnen hebben. Het sterke punt van de Letta is gewoon de duurzaamheid. Ondanks dat ze ieder jaar een kalf krijgen en veel melk produceren, want ze geven net zo makkelijk ieder jaar 10.000 liter melk, treedt er geen slijtage op. En nu maar hopen dat de dochter van Letta net zo'n schoonheid wordt als haar moeder.